De lage temperaturen hebben 6 Zeewoldenaren er niet van weerhouden woensdagmiddag het koude Wolderwijd in te gaan. Nou, het is gezond voor je, bloedsomloop. Je krijgt er meer energie van. En het is eigenlijk een beetje voortgekomen. Wim Hof kent iedereen wel natuurlijk. Daar is het een beetje van uitgekomen eigenlijk. En vorig jaar ging de Nieuwjaarsduik ook niet door. Toen zijn we met collega's het water in gedoken. En het is ons zo goed bevallen dat we dat nou gewoon elke woensdag doen. Ik wil gewoon erin, gewoon het water in. Gewoon de kou even opzoeken. En even het schrikelement van je lichaam. Dat je lichaam even goed de kou voelt. En daarna krijg je weer een boost. Dan gaat ook alles in je lichaam stromen. Ook Peter heeft zich laten inspireren door de Iceman Wim Hof. Nou, ik had een boek gelezen, Een koud kunstje van Wim Hof. Nou, en daar staat heel veel in over hoe en wat. Nou, en daarna heb ik ook nog een keer zijn boek, of niet zijn boek, maar een boek van Amerikaanse onderzoeksjournalist Oerkracht gelezen. Waarin de hele Wim Hof methode, die wou hij ter discussie stellen. En uiteindelijk kwam hij erachter dat het geweldig was. Die conclusie trok Peter zelf ook en hij voegde de daad bij het woord. Ik ben toen begonnen met een ijsbad. En sindsdien doe ik me alleen koud. En in de winter dit doen, dat geeft gewoon een enorme kick. Simone houdt het voorlopig bij het dippen. En daarna is het een kwestie van... Gauw afdrogen, gauw eventjes joggingbroek, dikke trui aan en gauw naar huis.